Ongeveer 100 jeugdigen in Groningen, Saramaka, zijn gelukkig gemaakt met een vlieger. Gisteren werd symbolisch een vlieger overhandigd aan Lehar Tolut, coördinator van het vakantiecentrum op OS Groningen. Volgens Tolut zal deze geste van Telesuur zeker ertoe bijdragen dat de jeugd een positieve vrije tijdbesteding heeft. Het vliegerproject is een samenwerking tussen Telesuur en het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Het telecommunicatiebedrijf stelt daarbij vliegers ter beschikking voor deelnemers aan de activiteiten in diverse vakantiecentra. Onder andere Mungo, Powaka, Sibula, Davensbuiten worden bedacht. In overleg met de energiebedrijven Suriname wordt aan de deelnemers voorlichting gegeven over veiligheid tijdens het vliegeren. De EBS adviseert vliegeraars sport- en voetbalvelden op te zoeken om vliegers de lucht in te laten. Hoogspanningsmasten, fietspaden, straten en de omgeving van vliegvelden moeten vermeden worden. Vliegeren bij onweer is verboden. Behalve de kinderen van vakantieschool OS Groningen waren er ook ietwat oudere jeugdigen naar het voetbalveld ter plekke getrokken. Ze hadden allen hetzelfde doel, namelijk hun vlieger zo lang mogelijk in de lucht te houden.